Game mode 0, jij met Jago. Zo, die is kapot. Hallo kijkers van Gods Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer op de server. We gaan weer eventjes lekker wat ronddurpen. Ik ben hier vandaag alleen. We gaan weer een beetje naar mensen toe tp'en. Zodat ze in ieder geval een beetje in beeld komen. Dat iedereen ook een kans heeft die in beeld komt. In ieder geval, we gaan even naar de eerste toe. Ik heb weer allemaal reacties gekregen, dus dat gaan we gewoon eventjes langs. Ik heb hier LL Riad, volgens mij. Volgens mij schrijf je het zo. Nee, oké, dan is het misschien II Riad. Zoiets? Nee, wacht even. Hoe spel je dit dan? Even kijken. Ik zie het hier staan, maar ik weet niet. Ik ga het gewoon kopiëren, weet je wel. Dat gaat makkelijker. Even kijken zo. / home en dan zo en dan zo. Ja, kijk. Oké. Wow. Wacht even. Is dit vlakbij mijn huis? Of... Oh ja, dit is vlakbij mijn huis, want dat is mijn huis, mensen, voor de mensen die het niet wisten. En hij woont dan hier ergens. Maar wacht even, Game Mode 1. Ben jij dan degene van de Mr. Mime? Jij bent degene van de Mr. Mime, maar hij is nog steeds niet af. Jij moet echt opschieten hoor, want deze staat er nu al zo lang. We zijn denk ik 20 afleveringen verder en hij is nog... alleen dat stukje is erbij gekomen. Man. Oké, eens even kijken. Dan gaan we weer naar de volgende. Want we hebben er zat om langs te gaan. We hebben nu Hot Dog Hond. Dat is Demi. Die speelde ook op de Pixelmon server. En weet ik veel allemaal. Eens even kijken. Die zit hier in the middle of nowhere. Oké, en die heeft een leuk muurtje gebouwd om de gebied heen. Heeft een vlagopgang hier, een huisje. Oké, die is leuk bezig. Die heeft hier best wel iets leuks neergezet. Oké, dit vind ik best wel... Ja, met die kraampjes en dan zo'n huisje hier in het midden. Hier nog een klein huisje of hutje, weet ik van wat het is. Oké, dat ziet er echt wel leuk uit. Ga ik heel even onder de grond kijken. Oké, ze heeft hier ook nog een special hidden room, om zo maar te zeggen. Nee, het is voor de rest niks speciaals, denk ik. Maar hieronder zit ook nog van alles. Ik weet niet wat ze hier aan het bouwen is. Maar misschien dat het nog veel uitgebreider gaat worden. Oké, wat? Dit is de mijn. What the fuck? Zo zou ik nooit een mine maken. Wat is er nou weer? Waarom gebruik je X-ray? Oh. Wacht even, we gaan even naar... Ja hoor, er zit er eentje hier in de cel. Hacker alert. Oh. Ruben, wat doe je? Even kijken. Hij zit in de cel. Oh, wat jammer nou. Stomp hem. Hey. Oh shit, ik sloop dus hele cel hier zo. Oh. Oké, GM0. Stomp hem. Hey. Oh shit, ik kan niet verder stompen. Ze moeten dat randje ook maken, dat je daar, maar dan kun je buiten ook weer PvP'en. Dat is wel heel erg stom. Wacht, we zetten hem weer hierheen. Even kijken hoor, ik pak ondertussen weer een blokkie, want ik heb de jail weer gesloopt. Oh, hij is alweer gemaakt. GM0. Oké. Hey, slaan. Slaan. Hoppakee, sla hem in elkaar. Hey. We gaan ze hele gear slopen. We slopen de hele... Trekt hij nou zijn gear uit of is die kapot? Het is een hacker, ja, die gaan we natuurlijk niet met respect behandelen. gebruik hem. Ja, de rechtermuisknop MT. Zo. Hier. En... Hij kan er niet bij komen, wat? Waarom kan hij niet lopen? Ja, daar gaat hij. Volgens mij gaat hij werken. En wat gaat er gebeuren? Gaat hij... En dan ga ik hem ook nog in elkaar slaan. Hey, ik heb hem vermoord.
En ik heb ook deze nog. Wacht, ik ga hier gewoon in. Enchant Sharpness 100. Zo. Stompen hem in elkaar. We gaan hem gewoon blijven vermoorden. Hey. Oh jeetje, oké. Okay. Sudo en torntje. Een lock. Drops. Zo, mijn spullen. En we blijven hem gewoon in elkaar stompen. Kijk, iedereen hier ook staan. Als er een hacker is, de halve server komt hier naartoe. Want ze weten dat hij hier in de jail staat. En dan, ja. Dan gaan de admins gaan hem altijd trollen. Volgens mij. Wat zijn je laatste woorden? Even kijken. Kijken of hij nog laatste woorden heeft. Ik denk het niet. Hij zegt niks. Dylan is niet dik. Ja, helaas. Game mode 0, jij met Jago. Zo. Die is kapot. Oké, dan gaan we weer verder eventjes naar mensen toe. We gaan naar cube-nl. Even kijken, die heeft ook gewoon home. En what the fuck? Oh, die heeft zich in een berg gebouwd. Oké, okay, ik wou bijna zeggen, dit is een vierkante doos die heeft gebouwd. En dan wisten jullie wel wat er ging gebeuren. En daar is Snorlax trouwens. Dat betekent dat we weer bijna bij het verlaten dorp zijn. Dat ondertussen weer opgebouwd wordt. Maar goed, we gaan weer eventjes door naar iemand anders. Even kijken hoor. We gaan naar Flowcraft NL. Home Flowcraft NL. Even kijken. Wat heeft Flowcraft NL allemaal gebouwd? Oh. Serieus? Waarom heb je... Oh. 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 Oké. Okay, dit ziet er nog best wel leuk uit. Maar je komt alleen terecht... Wat doet hij hier? Wacht even. Wat doet deze vent hier? Hoort hij bij hem? Dat zou dan wel, maar ik ga hem even trollen. Heb ik hem geraakt? Nee, ik heb hem niet eens geraakt. Nog een keer dan. Ja, hij is geraakt. Oké. Okay. Oké, snel weg hier. Oké, we gaan weer naar de volgende. We gaan even kijken naar Kappa Mike en dan Home. Even kijken, Kappa Mike. Oh, daar zijn we al geweest. Wat een troll zeg. Oké, dan gaan we naar Bioas. Even kijken, Bioas. Zo. Oh, wacht. Oh, oeps. Bioas, Home. Oké. Dit niet opblazen. Maar waarom ga je in zo'n heksenhuisje wonen? Oké, hierom dus. Dat is gewoon zijn dekmantel, dat huisje. Oké. En hier heeft hij gewoon nog een hele ruimte. Dit vind ik ook wel leuk gedaan trouwens, dat hij dit helemaal in het midden heeft opengelaten. En dat hij op deze manier heeft gebruik heeft gemaakt van de water source. Maar dat is op zich wel leuk. Maar goed, dat is ook gewoon alles wat hij op dit moment heeft. Dus we gaan de volgende keer hier denk ik weer een keer terugkomen. Want dit ziet er wel leuk uit tot nu toe. Hij heeft het allemaal een beetje op een speciale manier laten verdwijnen als het ware. Door het gewoon in een heksenhuisje te maken. En toen de eerste keer dat ik hierheen kwam, viel dit daaronder helemaal niet op. Dus goed, we gaan weer even door naar de volgende. Dat is Don the Boy. En dan gaan we even bij Don the Boy kijken. Oh, deze player heeft geen home gezet. Nee, oké, leuk. Pandaatje home. Oké. Hey Dylan en Duffy, dit is voor jullie. Veel plezier mee. Oh ja, en smoke weed every day. Oké, hier staat dus ook een chest voor Duffy bij. Maar Duffy is er vandaag niet bij. Dus even kijken. IC, dankjewel voor de comment trouwens. Voor degene die dat heeft gedaan. Potato, potion is to potato, spider eye en weed. Hey Dylan, dit is voor jou omdat je noob bent, dus veel plezier met je cadeautje. Groetjes pandaatje, Colin aap en Telfer of zoiets. Ja, oké, dan gaan we even kijken. Hij krijgt
Coke en mushroom. Jeetje. Ja, ik blijf even van dat cadeautje af. Ik heb misschien dat ik nog een keer langskom. We gaan even nog door naar iemand anders. We hebben er nog een paar en dan stoppen we er meer mee. Even kijken, Jao. Ik weet niet of ik hier eerder ben geweest. Het is wel heel druk hier zo. Even kijken. Waar is dit? Oh. Dit is weer bij mijn huis. En die villa is nog steeds niet af, hè? Godsamme zeg. We gaan snel weer weg hier, want hier zijn we al geweest. Even kijken. Killer en McKiller waren we net. Die hoorden bij iemand anders. En dan hebben we nog Home Tycho Ho. Voor mij zijn we daar al eens eerder geweest, maar dat zie ik gauw genoeg. Hier ben ik al eens geweest. Dat weet ik bijna wel zeker. Maar goed, dat neemt niet weg dat het wel een leuk huisje is. Dan gaan we nog wel even door naar één iemand anders. Anders hebben we er zo weinig. Even kijken, we gaan naar Home Get Pranked. Je gaat hem niet zeggen dat ik echt hier geprankt word, hè? Klopt die naam nou echt niet? Wacht even. We gaan hem gewoon kopiëren, want het is zo vervelend. Even kijken, zo. En dan Home. Ja, ik ben geprankt. Oh, jeetje. Oké, Home Fabulo Luca. Home. Even kijken. Oh, zo. Waar zitten wij nou weer? Oké, ik zit ergens midden in de snow biome. Daar zie ik een leuk huisje en deze twee huisjes. Alsjeblieft, verander deze vierkante box. Ik geef je één kans. Het is echt... Ja, nee, anders zou ik hem opblazen. Maar het is omdat... Oh, ik sloop hem alweer. Het is omdat je mij hierheen laat tp'en. Dan kan ik het natuurlijk niet slopen. Maar ja, fix daar even die box, man. Even eventjes. Dat kan echt niet. In ieder geval, mensen. Ja, dat was het eigenlijk wel weer voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Zo ja, doe natuurlijk dan eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, dan zie ik jullie weer in de volgende video. Later.